Yes guys, Paul hier en ik heb weer een gloednieuwe super nice presentatie voor je gemaakt. Hoe je uiteindelijk je leven kan masteren. Ik ben momenteel 23 jaar, ik woon in Bali. En ik ga je laten zien hoe jij een online inkomen kan genereren. Jouw beste leven kan leiden. Voor zover ik dat weet op deze jonge leeftijd. En hoe mijn studenten dat doen en hoe jij dit eventueel voor jezelf kan doen. En hopelijk ja, heb je hier iets aan en kan je dit voor jezelf gaan toepassen. Voordat we beginnen, laat even een like achter, abonneer en laat een comment achter op dit YouTube kanaal. Zodat ik veel meer van dit soort toffe video's voor je kan blijven maken. Dan gaan we er gelijk induiken. Okay. Wat zijn de belangrijkste componenten in jouw leven? Manifesteer uiteindelijk jouw droomleven en bouw hieruit je karakter. Slaap is welvaart en ik ga je mijn unieke formule geven voor een goede kwaliteit slaap. En voeg niks toe aan je leven, maar trek dingen af die slecht zijn. En het maken van de optimale omgeving om te kunnen presteren. En je personal brand om de moderne dag meester te kunnen zijn. Oké, dat ga ik je vandaag allemaal uitleggen en later er gelijk induiken. No time to waste. Praat geen bullshit. Het was allemaal een droom voor mij om hier bijvoorbeeld in Bali te leven een aantal jaar terug, zelfs vanuit 2022. En manifesteren heeft mijn leven veranderd. Alles wat ik heb gedacht en alles wat ik graag genoeg wilde in dit leven, heb ik uiteindelijk bereikt. Dus welke dingen wil je momenteel graag genoeg? Hoe vaak schrijf je deze op? Hoe vaak denk je eraan? Hoe vaak onderneem je actie om deze te behalen? Is heel belangrijk naast manifesteren, actie ondernemen natuurlijk, anders gebeurt er geen reet. Oké, let's go. Nou, wat je droomleven mag. En dat was voor mij de ommekeer. Wat zijn je top 5 goals voor 2023? Voor mij was het bijvoorbeeld emigreren. Nou, daardoor heb ik bijvoorbeeld Bali. Eerste keer hier geweest en woon ik hier momenteel 2 maanden. En ga ik hier vanaf volgend jaar 6 maanden wonen. En kijken hoe dat voor mij bevalt. En ja, als je je missie nog niet weet in je leven. En je bent echt aan het denken van, hé, wat doe ik op deze planeet? En hoe moet ik dat verder doen? Lees dan Start With Why of Begin Met Het Waarom van Simon Sinek en Is Het Leven Zinvol? 2 boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen die mij enorm hebben geholpen van hey, wie ben ik nou en wat wil ik graag doen? Nou, voor mij is dat persoonlijk niet alleen het beste uit mezelf halen, maar dat ook laten zien aan de wereld door middel van social media en andere mensen daarmee inspireren van mijn reis naar tonner, naar miljonair in dit geval. Dat vind ik wel een leuke. En ja, dan kan je je missies hier opschrijven. Het kan net zo simpel zijn als in de beste shape van je leven. Ooit komen, denk eraan wat je graag wilde doen toen je uiteindelijk klein kind was. Voor mij was het bijvoorbeeld profvoetballer worden destijds. Of in ieder geval aanzien krijgen dat mensen mijn naam ja, dus weten. En ja, daar ben ik dus nu mee bezig om mijn message naar voren te breiden. En daarin eigenlijk ja, groter te worden dan dat ik nu ben. En wat je uiteindelijk gelukkig maakt. En visualiseer jouw droom elke dag. En een pro-tip is, lees het Miljonairsbrein ontrafeld. Die ben ik momenteel weer dagelijks aan het lezen. En pas ook zeker alles toe wat je leert uit die boeken. Het is soms nog wel eens lastig, maar ik doe dit ook voor mijzelf. Hoe moeilijk het ook is. En dit helpt mij enorm met het behalen van mijn doelen. Nou, de type man die ik ben, maak hierbij 5 statements. En ik heb persoonlijk voor mijzelf even 5 statements gemaakt. Die misschien ook voor jou van toepassing kunnen zijn. Ik ben rijk en geld komt gemakkelijk naar mij toe. Ik leef in een leven van overvloed aan alles wat ik wil in dit leven. Ik ben in killer shape en zorg goed voor mijn lichaam en voor mijn geest. Ik ben gedisciplineerd en vastberaden en ik houd me aan mijn woord. En ik ben eerlijk en ik haal elke dag het beste uit mezelf. Dat zijn 5 kernwaarden waarin ik mij elke dag aan wil houden en daarom wil ik ook deze type man zijn. Oké. Nou, wat zijn nu visualisatie-realisaties? Je gaat dus elke dag je droomdag visualiseren in de ochtend voor minimaal 5 minuten. En elke realisatie die hierin uitkomt, die schrijf je uiteindelijk op een notebook. Zodat je daar eigenlijk meer kennis en inzichten uithaalt van wat je nou uiteindelijk wilt. Je dagelijkse gewoontes. Nou, lees hierbij Anatomic Habits. Welke gewoontes heb je nodig in je dagelijks leven om de man te worden die het droomleven leeft? Voor mij zijn een aantal non-negotiables is fitness, dagelijks sport. Ik heb nu even 3 dagen... geen gym, omdat ik 5 weken keihard gebeukt heb, wil ik even een paar dagen rust nemen. Nou, wat ik daarin dus doe, ik ga vandaag surfen, ik ga morgen zwemmen, ik neem woensdag een massage, ben ik donderdag weer in de gym om weer 5 weken te kunnen rammen. En wat doe ik hierin is dus fitness, voeding, ik let op wat ik eet. Niet alleen voor mijn lichaam, maar ook hoe ik mij voel. Slaap, ook voor mijn lichaam, maar ook hoe ik mij voel en hoe ik kan presteren. Lezen doe ik ook dagelijks om mezelf elke dag te kunnen ontwikkelen. En elke dag werk ik. Ik maak dit gewoon een non-negotiable voor mezelf, want ik weet dat mijn concurrentie elke dag aan het werk is. Dus ik ben dat ook. Oké, gezondheid is uiteindelijk welvaart en gezondheid en de wet van aantrekkingskracht. Hoe beter je eruit ziet en gezonder je bent, hoe beter je uiteindelijk gaat voelen. Dat trekt uiteindelijk ook betere mensen aan in je leven. Dit zorgt uiteindelijk ook voor betere life upgrades. En het doel van een man is om het allemaal te hebben. Gezondheid, welvaart, mooie vrouwen. Alles wat jij maar wilt in dit leven is mogelijk voor jou. Je hoeft het alleen maar te kiezen en te pakken. Het ligt voor het grijpen. Oké, als je stopt, stopt alles. Dus als je stopt met gym bijvoorbeeld, jouw gezondheid en algemene staat moet je altijd goed beschermen.
En het is de fundering waarop alles bouwen. Als het valt, valt alles in je leven. Je capaciteit om geld te kunnen verdienen, nieuwe ideeën te bedenken, vrijheid en dat soort dingen zijn allemaal afhankelijk van jouw goede gezondheid. Als je geen gezondheid hebt, dan wordt het niks. En een rijk mens heeft 100 wensen en een ongezond mens heeft maar 1 wens en dat is gezond zijn. Dus wees elke dag dankbaar dat je gezond bent en dat je op deze aardbol leeft. En zeker als je in Nederland bent geboren, moet je zeker dankbaar zijn. Oké. Okay. Slaap. Hoe kan je nou worden van een e-com elite persoon? Als iemand je aanbiedt om dus een pil te nemen die ervoor zorgt dat je brain fog weggaat, je zelfvertrouwen verbetert, je gespierden maakt minder dik, verbeteren van je huid, maakt risico op kanker minder en maakt je gelukkiger en een meer levend persoon, hoeveel zou je hiervoor betalen? Ik denk dat dit echt zo'n hoog bedrag zou zijn dat mensen hiervoor zouden kunnen betalen, dat dit de grootste levensupgrade is die iedereen kan doen. Heb je momenteel 0 euro, dan kan je alsnog zorgen dat je beter gaat slapen. Oké, okay. En die staan nog boven de volgende. Dit staat boven voeding, dit staat boven training en dit staat boven supplementen. Leer uiteindelijk om te slapen als een pro, niet alleen voor je lichaam en voor je geest, maar ook voor je business en voor je fitness. En de rest wordt zoveel makkelijker als je gewoon goede slaap hebt. Dan kan je zoveel makkelijker en betere keuzes maken. Slaap is echt nummer 1. Pak minimaal 8 uur plus slaap per nacht. Doe ik elke dag. Dan word ik maar even later wakker bijvoorbeeld. Vandaag was ik bijvoorbeeld om 3 uur gaan pitten en ik was om 9 uur wakker. Heb ik 6 uur slaap gehad. En ga ik vanavond iets eerder naar bed om die 2 uur slaap weer in te halen. En ik ga je laten zien hoe je slaap massief kan gaan verbeteren in dit leven. En wat de rest van je leven massief verbetert in ieder aspect van je leven. Oké, hustle, grind en execute. De meeste van de rijke gasten die ik ken gaan naar bed rond 11 uur en staan op om 6, 7, 5, 4 uur in de ochtend. En er is altijd tijd en plek voor een latertje van tijd tot tijd. Maar op de lange termijn maakt dit je cognitieve functies kapot. Maakt je in een slechtere mood. Maakt het leven zoveel moeilijker. Maakt je veel slechtere keuzes. En 1 uur van uitgerust gefocust werk is eigenlijk gelijk aan 4 uur van moe chagrijnig werk. Hoeveel je slaapt staat in directe correlatie met goede keuzes in alle aspecten van je leven. Voeding, business, fitness, etc. Vrouwen, noem het maar op. Waarom je slaap fucked is. Mensen zijn uiteindelijk gemaakt om op te staan met zonsopkomst en te gaan slapen met zonsondergang. Het doen van actief werk met de aarde met weinig stimulatie kan dit ervoor zorgen dat je meer grounded wordt met de aarde. Slapen en opstaan op dezelfde tijd zorgt voor een goede nachtrust. Ik ga hier gemiddeld in Bali om 12 uur naar bed en ik word om 8 uur, half 9 wakker meestal. En niemand doet dit meer. We gebruiken te veel cafeïne en hebben te veel impulsen van social media. Dus hoe fix je dit? Wat is het begrijpen van slaap? Van 12 tot 3 produceer je testosteron. Je remslaap, je diepe slaap is enorm belangrijk. En je leeft eigenlijk in slaapcycles. Van 90 tot 120 minuten. Je hebt er 4 tot 5 per nacht nodig. En daarom hebben we dan ook vaak over die 8 uur slaap. Melatonin zorgt ervoor dat je dus slaapverwekkend wordt. En cafeïne gebruikt dat niet na 2 uur. Ik drink persoonlijk 0 cafeïne. Omdat ik niet afhankelijk ben van fucking bullshit. Maar dat is helemaal aan jou wat jij doet. Oké, het trekken van je slaap. Het is belangrijk om te trekken. Zonder iets te trekken weet je niet of je aan het verbeteren bent. Er zijn een aantal tools die je kan gebruiken. Apple Watch Ultra, Aura Ring die ik momenteel om heb. Die gebruik ik en Whoopband en Fitbit. Kijk even wat voor jou het beste werkt en kies er één. Het is het zeker waard om dit te gebruiken. Wat zijn uiteindelijk een aantal verschillende slaaphacks waardoor je sneller kan gaan slapen? Zoals sommige influencers in Nederland zouden zeggen. Is een koude kamer, donkere kamer, witte ruis, slaappaleis maken. En je bed is alleen voor het maken van baby's en voor het slapen. Dus geen telefoon, geen bullshit, geen andere dingen. Ga niet eten 2 tot 4 uur voordat je gaat slapen. Geen telefoon 2 uur voordat je gaat slapen. Geen water 2 uur voordat je gaat slapen. Heb een avondroutine, gooi je deur dicht en gebruik geen cafeïne meer na 2 uur. Als je al deze tips toepast, ga je gewoon beter slapen. Dit kost je geen enkele euro om dit toe te passen. Alleen discipline. Nou, wat is mijn ochtendroutine? Ochtend is de belangrijkste regel. Geen telefoon, plan de dag ervoor. Zet doelen met intenties en lees dagelijks en sport dagelijks. Dat is vaak hoe mijn ochtenden eruit zien. Ook vaak gewoon met werk. Aangezien ochtendroutines ook belangrijk zijn, maar ik wil die niet langer dan een half uur houden en dan gewoon keihard gaan werken. Want ja, daar haal ik het meeste progressie uit en meeste groei. Wat is een bonus? De supplementen die ik dagelijks neem, niet alleen om mijn testosteron te boosten, maar ook mijn productiviteit en het optimaliseren van mijn leven en slaap, zijn de volgende 2, creatine en vitamine D. Momenteel neem ik geen creatine en geen vitamine D, allebei niet. Vitamine D gebruik ik voor de zon, nou hier in Bali is genoeg zon. En creatine gebruik ik niet omdat ik een haartransplantatie ga doen en een risico is dat daardoor mijn haar niet meer zo goed gaat groeien. Al is dat nog niet bewezen, maar ja, in ieder geval... Als je te hoog testosteron hebt, kan je dus iets kaler worden zoals ik momenteel. En kan je dus
daarvoor naar Istanbul. En dat is niet wat je wil. Dus daardoor heb je ook genoeg zon nodig om niet kaal te worden en niet te veel stress. Nou, succes in het leven is bepalen wat nou echt belangrijk voor jou is. Er is een reden waarom we minimalistische design en woonruimte aantrekkelijk vinden. Diep van binnen willen we allemaal simpele levens leven. We weten in ons hart dat heel erg simpele dingen ons uiteindelijk gelukkig kan maken. Maak het simpel en maak daarvoor een strategie. Gelukkig maken maar een aantal kleine dingen in het leven het verschil. Vind de dingen die dat verschil voor jou in het leven maken. Meeste mensen willen uiteindelijk niet geloven dat het leven zo ontzettend simpel is. Je maakt het jezelf veel te moeilijk. Nou, wat is time management voor pro's? Doe een time audit voor de komende 7 dagen. Zet elke 30 minuten een timer. En check wat de fuck je aan het doen bent. Schrijf op wat je nu echt doet met die tijd. Zit je de hele tijd te scrollen. Check je droomleven en zie of die taken je uiteindelijk daarbij dichterbij gaan brengen. En of je juist verder weg gaan wegbrengen van dat droomleven. Schrijf negatief of positief na elke taak van die 30 minuten. En analyseer elke taak qua grootte. En elimineer dingen waar je niks aan hebt. Als je bullshit aan het doen bent, dan vervang je deze niet. Maar dan verwijder deze uit je leven. Nou, beslissen wat je niet moet doen. Zodra je een droomleven en een droomvisie hebt, moet je bepalen wat je verder wegbrengt van die droom. Gaan profvoetballers elke dag roken en drinken? Gooien ze geld weg aan slippers? Aan strippers? Absoluut niet. Is de man die jij wilt zijn degene die short form content consumeert de hele dag door? Schrijf een lijst op met dingen die je moet vermijden. Iedereen weet wat hij niet moet doen, maar schrijf een lijst op van wat jij niet moet doen. Alcohol, drugs, weet ik veel wat voor slechte verslavingen, porno, social media, videogames, welke je momenteel dan ook hebt. Schrijf deze op en vervang deze voor een ander iets, een positief iets. Nou, hoe kan je eigenlijk het bouwen van de juiste gewoontes doen? De mensen zijn enorm beïnvloed door hun omgeving. Mijn gewoontes zijn een stuk beter nu ik in Bali ben. De makkelijkste manier om je gewoontes te veranderen is om door je locatie te veranderen. En zodra je geld hebt, investeer je dat in deze gewoontes. Het moet heel makkelijk zijn om een product output te maken. Hoe elimineer je uiteindelijk afleidingen en analyseer je eruit weer wat positief en negatief is? Verander je telefoon in een geldmakende productiviteitsmachine. Niet in je grootste afleiding in dit leven. Wat zijn essentiële upgrades om dus meer productiviteit te krijgen? Noise cancelling headphones, een staandesk, de beste laptop die er is, de beste telefoon, camera setup, audio setup, /podcast, beste water, beste eetvoorbereiding, meal preps, beste kleding, beste kabelmanage. Alles dat werken makkelijk maakt en leuk is, maakt dat een hoge ROI aankoop. Het is waard om geld uit te geven, meer geld dan dingen, omdat je ze dagelijks gebruikt ten opzichte van dingen die je niet dagelijks gebruikt. Nou, wat is een persoonlijke brand? Momenteel heb ik een persoonlijk brand en ben ik bijna 1 jaar actief. Verdien ik meer dan 1 ton per jaar winst met mijn eigen coaching business. Vanaf nul heb ik meer in minder dan 12 maanden tijd bereikt. En ik ga je precies uitleggen hoe je dit voor jezelf ook kan doen. Persoonlijke brand is niet langer meer een optie, het is essentieel. Mijn branding is momenteel nog niet zo groot als dat ik het zou willen zijn. Maar ik ben hard aan het werk om bijvoorbeeld dat groter te krijgen. Wat voor mij belangrijk is richting die 5000 volgers op Facebook gaan. Voor mij cashflow machine. Op Instagram wil ik richting de 10.000 volgers gaan. En op YouTube wil ik minimaal richting de 1000 volgers gaan voor 2024. Of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Maar ik ga er wel alles aan doen om dat te laten lukken. En dit is hoe je ook voor altijd betaald kan worden vanuit je telefoon. Door dit soort video's die ik nu voor je maak, krijg ik waarschijnlijk ook weer mensen die geïnteresseerd zijn in mijn service. En ja, daarin kan ik ze weer helpen met coaching. Letterlijk, de laatste iPhones zijn geweldig. Volgens mij is de iPhone 15 uit. Ik heb hier volgens mij een iPhone 11. Ik ga deze vervangen. Esso naar Genghis Khan, als je dat kent. Als je dat niet kent, zoek het even op. Fucking zieke guy, zieke mindset. Maar in ieder geval, het nieuwe iPhone ga ik ook halen. En die zijn echt perfect gemaakt voor content en het editen van content. Er zit een CRM-systeem in je zak. Sales tools, Shopify, marketing team, zonder limiet, info. Alles zit in je zak. En daar betaal je niet eens voor. Ja, voor die telefoon eenmalig en misschien een maandabonnement. Maar zoveel mogelijk om daarmee geld te verdienen. Je hoeft het alleen maar te gaan doen. Nou, hoe mijn leven is veranderd door personal branding. 1 januari 2023 nam ik het serieus. En het kostte me minder dan 1 jaar tijd om meer dan 100.000 plus te verdienen winst aan mijn eigen gezicht. Dit is hoe ik het heb gedaan. Ik ging dagelijks stories posten op Instagram. Ik ging dagelijks shorts posten op Instagram, YouTube en TikTok. Ik post dagelijks op Facebook en in mijn Facebookgroepen. Ik maak wekelijks Spotify podcast afleveringen. En wat is het middel waarmee ik dus verkocht via deze social media? Is voornamelijk coaching. Er zijn genoeg goeroes die een cursus verkopen, maar ik verkoop alleen mijn 1-op-1 coaching omdat dat het meest waardevol is om mensen daarin verder te helpen. Daar heb ik meer dan 150 mensen mee geholpen. Nou, het traject is vaak een paar duizend euro, dus reken maar uit wat je daarmee kan gaan verdienen. Nou, wat doe je dus?
Mijn personal brand is nog niet waar ik moet zijn. Wat ga ik doen om dat zo goed mogelijk te maken? Ik ga observeren van de beste personal brand. Wat maakt sommige personal brands zo lucratief? Ik heb gekeken naar tientallen persoonlijke brands en het komt allemaal neer op dit. Aesthetic, het moet super nice zijn om naar te kijken. Lifestyle, laat zien van een geweldig leven. Laat je mening horen en je eigen mening, niet die van een ander. Consistent zijn, kom elke dag opdagen. Ik plaats bijvoorbeeld elke dag shorts, elke dag stories. En je content moet ook deelbaar zijn, zodat je makkelijk... ja, groeibaar bent in dit geval. De regels. Nummer 1 regel. Begin nu. Kijk naar mijn eerste post op Instagram en kijk wat de fuck is dat. En regel nummer 2 is stop fucking nooit als je die hiervoor kiest. Ik heb hier zoveel groei in meegemaakt en ik ga hier nog zoveel meer in groeien de komende jaren. En ik denk dat jij hier ook heel veel aan hebt door dat ook te gaan doen. Word elke dag 1% beter en wees uiteindelijk trots op je brand. De meeste mensen laten uiteindelijk shit content zien die ze zelf niet eens leuk vinden. En 4, blijf authentiek. Er zijn te veel fake people in deze industrie, dus blijf altijd jezelf. Nou, bouw je Instagram snel op. Stap 1, verwijder alle foto's die je niet laat zien aan de liefde van je leven of aan je favoriete help. Stap 2, investeer in een stijl en geweldige foto's. Laatst heb ik hier in Bali weer een fotoshoot gedaan, de tweede van dit jaar. Ik word hier niet heel erg gelukkig van door foto's van mezelf te maken en geil op mezelf. Maar dit gaat me wel helpen om meer geld te verdienen en meer vrouwen te krijgen, dat ook. Maar voornamelijk meer geld verdienen. Stap 3, sta voor iets in het leven. Je vindt dingen belangrijk. En stap 4 zijn dagelijkse stories en shorts. Stap 5 zijn Q&A's die je van tijd tot tijd kan doen. En stap 6 zijn carousel posts dat je zo in de slide kan doen. Laat je lifestyle zien en doe reels. En investeer uiteindelijk ook in jouw image. Bijvoorbeeld woensdag ga ik ook weer short content opnemen. Dat kost mij ook weer een paar honderd euro om dat alleen op te maken. Maar dat doe ik voor mijn fans. En ja, om geld te verdienen aan mijn coaching business in dit geval. Oké, nou, dat was alweer een 16 minuten video. Ik hoop dat dit een super waardevolle guide voor je was. Like, abonneer, laat een comment achter. Deel dit met een vriend als je dit ziek vindt. En ik check je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.